we zijn er, mannen! Ja! Ja! En wat gaan we doen? Vlucht! Hallo, mannen. Huh? Wie zijn jullie? Wij zijn de Schrik van de Zeven Zeeën. Wij zijn de Vikingen uit Scandinavië. Ja! Ja. We gaan heel Europa op zijn kop zetten. Alles in de hand steken en leegroven. Waar zijn we dan op zoek, mannen? Andere culturen? Ja, leuke strandjes, mooie stadjes, souvenirs, barretjes, zon en zee. Nee, vrouwen! We zijn op zoek naar vrouwen! Ja. Maar in Scandinavië zijn toch ook vrouwen? Die moeten ons niet. Want wij zijn te arm, we hebben niks. Kijk, onze oudste broer, die erft alles. Ja. Huis, grond... Koeien. Die broers die hebben vaak wel 2, 3, 4 vrouwen. En die vrouwen die zijn weer dol op geld en vee. Wij erven niks, dus die vrouwen moeten ons niet. Nee. Ja, daar ga je op zoek. Ja. Dus dan ga je in de zee op met die supersnelle boten van ons. Ja. Want wij zijn natuurlijk wel de beste botenbouwers van de hele wereld. Ja, gaan Europa leegroven. Ja. Ja. Als we rijk zijn, dan kopen we een stukje land of een koe. En dan willen ze ons wel. En dan geven we een mooie ketting of een nieuw bontvel. Ja. En wat voor vrouw zoek je? Ja, je maakt er niet uit. Als ze me lief is. Ja, en ze moet een beetje een fatsoenlijk gevoel van humor in de donder hebben. En ze moet wel kunnen luisteren. Ja. Dat is belangrijk. En wat doe je met die vrouw? Mee naar huis nemen om te trouwen. Ah. Moet ze wel de taal leren. Of in elk geval proberen. Ja, en dan zoek je er nog één. Ja. En nog één. Ja, want uiteindelijk wil je natuurlijk ook gewoon 4 vrouwen hebben. Ja, dat is dus heel erg duur. En daarom gaan we Europa leger over. Ja, is wel logisch. Snap je? Ja, hé, jongens, kijk eens daar! Vrouwen! Vrouwen! Om te kiezen. Wat? Ja, ik vind ze allemaal even leuk. Trui, je bent op bij mij. Hallo, klop, klop. Nou ja, zeg, ik mag toch wel kijken? Nee, ik ben je man. Oké. Ik hou je in de gaten, Trui. Huh?